Ja, leuk dat je nog steeds luistert. We zijn iets bijzonders aan het doen. Deze middag samen met Robert van Galen ben ik in gesprek met diverse coaches, diverse mensen uit jouw vakgebied. We hebben al kunnen luisteren, terug te vinden op Rijnmond.nl naar het gesprek wat we hebben gehad met Leo Beenakker. Het vorige uur met Robert Eénhoorn. en nu zitten we naast Sparta-trainer Henk Vreese. Leuk dat je er bent Henk. Dankjewel. Ja, we gaan aftrappen met uh, hoe we het de laatste uren ook hebben gedaan. Jij hebt uh, weer een paar mooie stellingen bedacht. Ja, en goed, aan de hand daarvan uh, hoop ik dat jullie, vooral jullie twee, ja. straks een mooi gesprek weer gaan uh, krijgen. hartstikke nou, goed. Als jij dan een paar leuke plaatjes tussendoor draait, dan komt het helemaal goed, denk ik. Ja, jij hebt ze uitgekozen. Dus... <laughs> ja, ja, ja. Maar ik weet niet welke, want ik heb er dertig uitgekozen. Dus ik weet niet welke jullie gaan draaien. Maar het is, uh, uh, Henk, ja, vijf stellingen, net als bij mijn vorige gasten. En uh, dan kunnen we daarna wat meer de diepte ingaan op de, op de stellingen. Het eerste is, coachen is vandaag de dag moeilijker dan twintig jaar geleden. Um, als ik, als ik uh, kijk naar hetgeen wat eens, de coach. Oh ja, sorry. We gaan dadelijk pas de diepte. Nee, we gaan dadelijk de uh, Eens. Oké. Okay. Twee. Ik leer veel van andere sporten of heb geleerd. Eens. Drie. De sportmentaliteit van generatie I en Z is anders en daarom moet ik me als coach aanpassen. Eens. Vier. Ik ben op zoek naar vernieuwing in de breedste zin van het woord. Eens. Vijf. Ooit word ik hoofdtrainer bij Feyenoord. Uh, eens. Kijk, vijf keer eens. Hey. Dat, uh, dat hebben we al vragen... niet gedaan, denk ik. <laughs> dat vraagt uh, om, om nadere uitleg. Ja, ja, er is de eentje die mij ook gelijk heel erg triggert. Drie keer raden welke van de vijf dat dan is. Jij blijft maar ook jij, een journalist jij ook. Jij mag heen. zo meteen uh, kiezen ja. uh, met welke je aftrapt. Uh, ja, blijf luisteren. Het laatste uurtje van, uh, van deze bijzondere dag... die we hier op Radio Rijnmond aan het maken zijn. En ik zou zeggen, in één over... Til het is over, dan weet jij welke muziek er komt. Ja, zeker. Lenny Kravitz was dat bij Radio Rijnmond Sport. We zijn bezig, we in dit geval, Dennis van Eersel en Robin van Galen... met mooie gesprekken met andere coaches uit het vak. Daarom gaan we de diepte in. Met Robin van Galen natuurlijk als, als topcoach. Met, met mensen uit een ander vakgebied. He? Nu met, met voetbaltrainer ja. van Sparta ook nog eens. Met Henk Vrezer. Je hebt hem er net een aantal stellingen voorgelegd. Ja. Daar heeft hij dan eens of oneens op gezegd. Welke wil je als eerste gaan uitdiepen? Ja, Jij zou met de laatste willen beginnen, maar die bewaren we een beetje tot het einde van ja, het programma. Nee, een beetje En je voelt het er de goed tease. in. Precies, dat is wel goed, denk ik. De mensen, de luisteraars uit de regio Rijnmond zijn daar natuurlijk heel nieuwsgierig naar. Maar we ja, want gewoon... die had met: uh, Word je ooit hoofdtraining van Feyenoord ja, te maken? Ja. Voor de duidelijkheid. Ja. Mensen die later ben mensen... ik trouwens ook nieuwsgierig naar hoor. Ja. Maar goed, ja, dat het ja, komt, komt later straks. We, uh, Blijf luisteren. Ja. Nee, we gaan het eerst over het coachen in het algemeen. Het vak coachen. Het is natuurlijk een vak geworden de afgelopen twintig jaar, Henk. Het is anders dan twintig jaar geleden. Kan je uitleggen, want jij coacht ook al vanaf 99, sinds je gestopt bent als speler. Uh, aantal assistentschappen, aantal jeugdselecties gedaan. Bij diverse clubs. Uh, hoofdtrainerschap van uh, ADO, Vitesse en nu bij Sparta. Wat is er nou voor, in jouw ogen anders geworden dan twintig jaar geleden? Um, dan ga je wel een beetje af op datgene wat je zelf ervaren hebt met, uh, met jouw trainers. Mm -hmm. En um, ik moet me heel sterk vergissen, maar ik heb het gevoel dat, dat nu je veel meer met. Uh, niet met alleen voetbal bezig ben, maar ook allerlei andere zaken. Uh, vooral wat je wil creëren om je spelers heen. Ben je meer manager geworden van je begeleidingsteam? Ja, absoluut. Ja. Uh, ik merk het met name nu bij Sparta dat bijvoorbeeld heel veel op mijn, uh, op mijn andere trainers uh, terechtkomt. En, uh, en met name degene die ik, uh, die ik zelf heb meegenomen, Rankovic. Ja. Want je, jij bent vooral aan het kijken hoe de totale groep uh, zeg maar, uh, handelt op ja. de trainingen. Ja. En, uh, en ik moet zeggen, ik had het gevoel dat mijn trainers, die waren vooral met voetbal bezig. Ja. Ik had niet het gevoel dat zij uh, ook bezig waren met zaken uh, ja, indirect nee. uh, aan het voetballen. Twee uur geleden sprak ik met Leo Benakker. Die zei dat ook. Hè. vroeger had je een begeleidingsteam van nou, een man of drie, vier? En tegenwoordig, als je ziet wie er allemaal op de elftal foto staat. Naast de spelers zijn het wel tien of twaalf of soms wel meer begeleiders. Um, vind je dat leuk dat, uh, dat het veranderd is in die zin? Dat je, dat je meer observator bent, meer manager bent? Of had je liever. Twee assistenten gehad en echt puur nog met voetbal bezig geweest. Wat, 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 wat heeft jouw voorkeur? Nou ja, kijk, na voetballen is, is echt training geven, dat is wel het leukste wat er is. Ja. Uh, maar ik besef gewoon heel goed dat we in een tijd leven waarin spelers moet je, uh, ja, die moet je heel erg uh, zeg maar de zaken uitleggen waar je mee bezig bent. Mm -hmm. en, uh, en ergens is dat begonnen om de jongens betrokken te maken bij het proces. Um, dus ja, daar, daar ben je wel mee aan de slag gegaan. Want ik, ik leef wel in, in hun tijd hè? Ja. En, en ik moet me gewoon aanpassen. Want het gaat ook om 24 tot 30 van de jongens. Ja, ja en uh, het zou raar zijn als ik uh, mijn ding per se ga opleggen. Ja, wat was dat, was dat toen jij nog speelde, dan, 20, meer dan 20 jaar geleden? Was dat anders in de zin van had jij het gevoel dat jouw coaches uh, niet uitlegden waar ze mee bezig waren? Vroegen jullie als Generatie X, zijnde, waar wij een beetje uitkomen. Uh, vroegen wij überhaupt minder dan dat er nu gevraagd wordt door sporters? Nou, ik denk dat het wel duidelijker was dat, uh, uh, ook gezien misschien wel de omstandigheden, spelers zijn nu veel machtiger geworden, met name door het Bosman arrest. Yeah. Uh, als het even niet meezit, dan gaan ze naar hun zaakwaarnemer en ja. weg zijn ze. En ja. sommige clubs zijn daar gevoelig voor, begrijpelijkerwijs. En ik denk dat wij veel meer uh, zoiets hadden van, nou, je, je kan beter uh, gewoon doen wat de trainer je aangeeft, want anders uh, ja, de, je, je stond je minder sterk. En de trainer was vroeger ook autoritairder dan, dan vandaag de dag? Ja, ik denk dat, uh, dat dat veel meer een autoriteit was, ja, een trainer. En, uh, en, en zeker, uh, ja, eigenlijk allemaal die ik gehad heb. Ja. Niet allemaal op dezelfde manier. Want een uh, Van Hanegem bijvoorbeeld, als... Uh, ik weet nog één keer dat het was een, een regel om met je shirt in je broek rond te lopen. Ook bij Vanagem? Nee, Vanagem deed dat dus niet. En, <laughs> ik weet niet wie die bij de hand was die een keer tegen hem zei: van train. Zal jij ook niet je shirt in je, in je broek doen? Nee. Ja, dan komen de opmerkingen. Ja, ja, heb jij ja. al interlands gehad? Ja. Heb jij weet ik veel wat? Ja, ja dan ja, ja, hield je wel heel snel je mond dicht. Een beetje ook de bekende voetbalhumor dan op dat moment. Denk ja, ik, dat niet. wel. Maar ja. wel vrij direct flik uh, ja. Ja, op stuk. Ik ben dan benieuwd erom. Is dit iets wat dan alleen in de voetballerij is? Of de maatschappij in het algemeen? Hoe ervaar je dat in, in jouw vak richting uh, hoe dat veranderd is? Hoe er naar ja, de coach gekeken wordt? Ik heb er soms ook wel moeite mee hoor. Kijk, uh, ik las een paar artikelen ter voorbereiding op dit gesprek dat, dat, dat uh, Henk er ook wel in het verleden moeite mee heeft gehad en misschien vandaag de dag nog steeds wel af en toe. Uh, ik vind ook dat je, je als coach moet aanpassen. Ik ben ook uh, bijna 47 en ja, het vak, ik coach nu 30 jaar, het vak is veranderd. De, de, de generaties zijn veranderd, ze zijn inderdaad mondiger, je moet meer uitleggen. Uh, ze beschikken over veel meer informatie, bijvoorbeeld door social media en internet. Dat was vroeger natuurlijk helemaal niet. En, uh, en, en dat heeft wel de spelers veranderd en uh, met Bosman en Rest enzovoort heb je in het waterpolen niet zoveel last van. Maar ja, het is wel, het is wel zo dat je, je vak veranderd is en dan vind ik ook dat je als coach je aan moet passen. Maar soms vind ik dat ook wel lastig hoor, want dan uh, ja, vind ik ook op een gegeven moment moeten ze dingen accepteren zoals ze zijn en kan je ze ook niet veranderen. En dan uh, ja, heb ik ook soms ook wel eens het gevoel dat mijn spelers door hun ouders bijvoorbeeld of door hun familie iets te veel gepamperd zijn. Heb jij dat gevoel ook Henk? Of, of, of... Ja, zeer zeker. Ik denk dat het, uh, dat het een aantal factoren zijn. Ik, ik denk zeer zeker ouders, maar ik denk ook in mijn tijd dat je ouders die wel uh, strenger niet waren. helemaal op de juiste manier betrokken waren bij hun kinderen, ja. Uh, strenger ja zeker. Zeker ja. als ik kijk naar mijn opvoeding, was ja. vrij kort en, en, en strak en, en streng, maar wel rechtvaardig. Ja. Maar ik denk nog meer factoren. Ik denk bijvoorbeeld uh, ook weer indirect dat Bosman-verhaal. Ja. Uh, de zaakwaarnemers, die, uh, die doen alles om hun spelers te pleasen. Ja. En ook die begrijp ik. Ja. Je hebt heel weinig zaakwaarnemers die heel uh, kritisch zijn naar hun spelers. Ja. Omdat de kans is dat de speler gewoon zegt van... ...joh, weet je wat? Ik neem een ander. Ik neem een ander, <laughs> ja. ja. En, ja. En, en die factoren maken het voor een trainer vaak wel lastig... ...om, uh, ja. om dat helemaal uh, te beïnvloeden. Ja, ik kan me voorstellen... Maar... Eigenlijk combineren we al uh, stelling 1 en 3. Hè. Uh, het coachen is anders geworden dan 20 jaar geleden. Maar de sportmentaliteit van generatie I en Z, hè, dus de jongere generatie. De jongens die jij in je Sparta-selectie hebt heb, heb nu. En, en ook bij Vitesse en bij ADO. Hoe ben je daarmee omgegaan? Want ik las artikelen dat je best moeite, moeilijk vond om je aan te passen. Ja, dat, nogmaals, dat komt vooral door, door je eigen opvoeding ook natuurlijk. En, en niet alleen mijn opvoeding thuis, maar ook mijn opvoeding bijvoorbeeld... Uh... In Einer, te spelen? Juist. Uh, het begon eigenlijk al bij Sparta. Ja. Ik kom in een groep en daarom is het ook niet helemaal te vergelijken hoor. Want nu, als er jongens in het eerste elftal komen, dan komen ze in een groep. Gemiddelde leeftijd is vaak 2 23. Dat ja, is anders. En toen ik bij het eerste kwam, uh, als 18-jarige bij Sparta, uh, had je van Gaal uh, lopen. En uh, blind en noem maar op. Ja. Jongens die net een stuk ouder waren. Ja, en daar luister je wel naar. Ja. En eigenlijk heb ik dat, die opvoeding niet alleen thuis gehad, maar ook uh, bij Sparta met van Gaal en blind en noem maar op, ja. maar ook bij uh, Utrecht met Patinama, Chatinier, ja. um, daar werd ook voor premies gevoetbald, dus ja. je kreeg al heel gauw te horen als je een keer niet je werk deed ja. van luister je speelt wel met mij vreten, ja, ja daar was geen trainer nodig, want nee. de je collega's uh, die waren daar wel mee bezig en dan kwam ik bij Roda en dan gebeurde het ook met en Hansen, ja. ja dan kom je bij Feyenoord, dan zit er Lokhof, Sjaak Troost. Uh, ja, dan vergeet ik er nog een paar. Ja. Maar die, uh, die maakte het wel heel snel duidelijk dat je ook in de organisatie moest blijven spelen. Ja. Ja. Hey, en uh, wanneer merkte jij voor het eerst, uh, bijvoorbeeld bij Vitesse of bij Ado, als hoofdtrainer, dat je op een andere golflengte zat? Dat je op een andere, uh, andere manier keek dan uh, jonge jongens van 20 jaar of 22 jaar naar bepaalde problemen of situaties? Uh... Wanneer was dat voor het eerst dat je dat merkte? Of kan je een voorbeeld, voor, uh, kan je een voorbeeld noemen waarin je zei van nou daar. Heb ik echt een conflict gehad met spelers en heb ik dingen moeten aanpassen? Nee, ik kan, ik kan niet echt één specifiek moment noemen. Ik, ik, het was meer het gevoel dat die spelers willen heel erg uh, de informatie hebben. Maar wat mij opvalt is dat zij uh, heel dwingend zijn in dat van je eisen. Maar verantwoording nemen, daar hebben ze iets meer moeite mee. Ja. En, um, en dat gedeelte vond ik wel moeilijk in zijn, in zijn algemeenheid. Dat... dat dat ik mensen uitleg moet geven. Mm -hmm. En op het moment dat zij het moeten oppakken en eigenlijk moeten doen in het veld, mm -hmm. uh, dat ze zich gaan verstoppen. Ja. Dat aspect had ik moeite mee. Maar ik heb niet een specifiek moment waarvan ik denk van kijk, dat, dat, dat is het moment waar ik het... Uh, het was in zijn totaliteit gewoon uh, ja, dat, 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 dat gevoel van uh, je moet ze een hoop uitleggen. Ja. Uh, en wanneer zij het moeten gaan doen, dan verstoppen ze zich een soort van. Even terug naar het vak van twintig jaar geleden en nu. Uh, hoeveel, uit hoeveel mensen bestaat jouw begeleidingsteam en alle expertise eromheen? Um, ik denk bij alle clubs waar ik nu gezeten heb, uh, varieert dat. Het is nu dertien. We zijn met z'n dertienen, veertien. En bij Vitesse was dat zelfs zestien. Ja. Dus het is, het is wel een grote groep. hoor. Je ja. hebt twee fysio's, Je hebt uh, de videoanalist, Je hebt uh, de fysieke trainer. Je hebt vaak uh, drie... Uh, Oh, assistent. Dat? Ja, assistent trainers keepers of trainer. collega's, ja, ja keeperstrainer. Dus dat loopt wel heel snel ja. op. Logistieke mensen, en, ja. uh, en die werken gewoon heel nauw samen. Ja. 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 Um, voor, is het dan voor jou lastig om dat te managen? Of zeg je van, nou, dat doe ik erbij. Want ik kan me voorstellen dat je dat... Ja, je hebt niet echt een opleiding gehad om dat te managen, zeg maar. Doe je dat nee. op gevoel of doe je dat uh, ervaring? Er, er, coach is ook een ervaringsvak. Ja. Gaat het je steeds beter af of hoe, hoe ja. ervaar je dat? Nou ja, ik moet zeggen, ik, ik besefte wel heel snel. Uh, ik, ik, werd, ik werd een aantal jaren geleden, uh, behoorlijk wat jaren geleden, nu gevraagd in 1999 door Van Stee om assistent bij hem te worden. Mm -hmm. daar heb ik anderhalf, bijna twee jaar gedaan. En toen kreeg ik mijn eigen teams. Uh, de, de onder 15, drie jaar, de onder 19, vier jaar. Uh, daarna ben je hier en daar wat verhuisd. Maar... Uh, maar voor mij was het wel nodig om die stappen te doen. Omdat uh, je hebt mensen heel vaak, uh, zag ik jongens die via Sios of wat dan ook, uh, die al dus zeg maar zo'n opleiding hadden gehad, dat dat ze makkelijk afging. Yes. En ik heb daarin stappen moeten maken. Ja. Dus voor mij was het inderdaad ervaring opdoen. Ja. En, uh, dus ja, ik, ik word daar wel steeds beter in. Ja. En, ja, maar nogmaals, dat, dat mag ook wel met de leeftijd die ik nu heb. Ja, nou nee, ja, goed, als je in 99 begint, ben je al bijna twintig jaar uh, coach. Wat, wat is nou... Uh, buiten Sparta, wat natuurlijk een geweldige club is. Ja, als Rotterdammer en als klein kind stond ik al uh, op de tribunes uh, bij Sparta, zo, met mijn vader en mijn opa. Maar uh, afgezien van Sparta, wat, wat is nou een, een proces bij een club dat je zegt van nou dat vond ik toch geweldig om te coachen? Dat hoeft niet zozeer het hoogste niveau te zijn. Het kan ook een, een jeugdteam zijn of Jong Oranje zijn waar je hebt gezeten. Wat vond je nou wat. Wat is wel echt dat je zegt van nou dat schiet me gelijk te binnen? Dat vond ik fantastisch. Nou ja, ik denk dat... Uh, laat, laat ik voorstellen. ik heb eigenlijk het geluk gehad om bij alle clubs uh, echt, echt waanzinnige mensen te leren kennen. En die je ook weer beter maken, die je inspireren. Um, en, 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 maar ik denk wel de eerste jaren bij Sparta op het moment dat je begint met de onder 15. De onder 15 vond ik echt een schitterende leeftijd. Omdat je daarin zoveel stappen zo snel kan maken naarmate je de oudere jongens krijgt in de onder 19. Dan wordt met name in het tactische gedeelte uh, wordt het steeds kleiner. Ja. Uh, bij de onder 15 maakten de jongens reuzenstappen. Ja, fysiek, en technisch. Fysiek, technisch, ja. Hoewel je ook wel aan, met een aantal, tegen een aantal zaken aanliep hoor, zoals die groeispeurt. Ja. In die periode, sommige jongens bewogen heel moeilijk. Ja. Maar ook uh, jongens die mannen worden, ja, dat vind ik wel een schitterend uh, iets om mee te maken. Ja. Ja. Leuk om te horen, leuk om over het vak te praten. Absoluut. Ik denk dat het zo'n beetje tijd wordt voor het eerste plaatje. Dat Dan heb jij is... heel goed aangevoeld. Ja. Je begint er de handigheid in. Ja, de, ja, nou, de derde keer mag de, de, het ook. In 2019 wel, wordt uh, jouw doorbraak <laughs> op dit, uh, op dit vlak. Hartstikke goed, <laughs> goed Robin. Inderdaad, Jim Miracry. Gaan we naar luisteren. Yes, muziek was dat op 93, 4 FM. Je luistert naar Radio Rijmond. Sportuitzending vandaag op deze 30 december. En dus zijn we iets bijzonders aan het doen. Uh, niet zoals gebruikelijk een, een reguliere terugblik op het jaar. Uh, maar samen met Robin van Galen ben ik deze middag in gesprek met uh, andere coaches. Henk Vrezer in dit uur. Uh, nou, zoals ook in de vorige uren met Leo Benak en Robert Eenhorn heb jij uh, afgetrapt. Uh, wat is het nu? Een minuut of 25 geleden met vijf stellingen. Ja. Twee van de vijf zijn er behandeld. Zeker. Ja, ga verder. Ik, uh, ja. ik luister met genoegen naar jullie. Het nou, tweede blok vind ik ook wel heel leuk om een combinatie te zoeken tussen stelling 2 en stelling 4 eigenlijk. De, de tweede stelling van ik leer veel van andere sporten en 4 ik ben op zoek naar vernieuwing in de breedste zin van het woord. Dus ik denk dat we die twee ook wel kunnen combineren. Um, ga je veel bij andere sport kijken of kijk je veel televisie? Um, juist televisie niet zo heel veel. Oké. Okay. Uh, maar uh, andere sporten die hebben me altijd getriggerd. Eigenlijk vanaf de lagere school al. Ja. Ik zat uh, natuurlijk op school waarbij uh, gymmen wel degelijk een heel belangrijk vak was. Ja. Althans, voor mij. Ja. De andere was ik wat minder in. Maar, uh, ja. maar gymmen vond ik schitterend. En ja. vooral omdat je. Ik had waanzinnige gymleraar. Uh, maar ook de verschillende sporten die we deden. Hè. Hockey, uh, volleybal. Allerlei uh, balsporten natuurlijk. Ja. Top. Uh, zelfs de trefbal vond ik ja, schitterend zeker. en noem maar op. Ja, en dus. Alle andere sporten zijn me eigenlijk altijd, uh, ook op het pleintje, hè, waar je kan tennissen, waar je kan voetballen, basketballen, ja, ja dat heb ik altijd gedaan. Ja. Ik denk ook dat dat mij geholpen heeft in ja. mijn carrière als uh, sporter, als die veelzijdigheid. Um, nu is dat eigenlijk nog steeds zo. Ik ben uh, al een tijd nu trainer, maar uh, ik ga bij verschillende sporten kijken. Uh, Zoals? Basketbal, uh, volleybal uh, bij Peter Blanchet, uh, ijshockey, mijn neef speelde toen nog bij de Rotterdam Pandas, dus... Ik moet zeggen dat, uh, dat sport in het algemeen mij, mij heel erg uh, trekt. Ik ga liever uh, een keer naar een sporthal ergens kijken... Oh. ...als dat ik uh, op televisie zit te gluren. Kijk je dan, uh, als je het bij het basketbal gaat kijken of bij het volleybal... ...kijk je dan uh, puur als coach of kijk je als sportliefhebber... ...kijk je in het algemeen of kijk je hoe collega-coaches zich bewegen? Waar kijk je naar? Ja, in het begin was het heel erg puur naar het spelletje, als ik eerlijk moet zijn. Want uh, uh, ik vond het interessant hoe... Uh, hoe mensen in hun sport, zeg maar, hoe makkelijk ze het kunnen doen. Want je ervaart het zelf natuurlijk. In een ander sport vind je dat echt onbegrijpelijk. Dat ja. mensen zo makkelijk daarmee omgaan. Ja. Andersom zullen zij dat natuurlijk ook in het voetballen hebben. Dus ja, dat, dat heb ik wel. Uh... En, en later ga je eigenlijk kijken vooral... Zeker naarmate je jezelf ging ontwikkelen tot een, uh, tot een trainer. Wat eigenlijk eerlijk gezegd nooit de insteek is geweest voor mij. Want ik had het onwijs naar mijn zin als jeugdtrainer bij Feyenoord. Ja. Had ik heel mijn leven kunnen doen. Ja. Maar toen het uiteindelijk zover kwam dat je in die, in die positie kwam... Dan ga je wel kijken ook naar uh, wat is de houding van zo'n trainer. Ja. Wat doet hij om zijn spelers te beïnvloeden? Uh, ik weet nog dat zeker in de beginjaren bij, bij Feyenoord in de jeugd, was van Stedenhoofd Jeugdopleiding, daar stond ik wel eens tegen een duk hout aangeleund. En, en op dat soort dingen ga je letten, ja. omdat het, uh, jouw lichaamstaal, jouw houding, ja. jouw manier van coachen heeft heel veel invloed op je groep. Ja. En, en, en iedereen weet hoe ik was als speler. Daar kon ik wel eens impulsief reageren en uh, ook daardoor soms het overzicht verliezen. Ja. En als trainer gebeurt dat me wel aanzienlijk minder. Ja. Als je naar andere sporten kijkt, uh, zie je dan collega-coaches bewegen. dat je denkt van, hé, hey, daar uh, dat kan ik ook meenemen in mijn manier van coachen. Of uh, zie je dingen gebeuren in het veld uh, waar je misschien wat aan hebt. Uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben elkaar wel eens een paar keer ontmoet bij het korfbal. Nou, daar heb je natuurlijk uh, enorm uh, één tegen één duel, zeg maar. Uh, waarin je elkaar niet mag raken, maar wel dat je elkaar moet volgen. Nou, ik kan me voorstellen dat je soms dat in het voetbal kan gebruiken. Uh, maak je wel eens die vertaalslag van een andere sport naar het voetbal? Nou, dat was de, de insteek, inderdaad, om daar te gaan kijken. Omdat verschillende trainers hadden dat gedaan. Ik meen Adriaanse Verbeek, ja, die hebben dat ja. gedaan, uh, Foppe de Haan. En, uh, en dat had inderdaad met het aspect te maken dat wij als voetballers, um, en dat komt ook weer terug in mijn trainingen, nu, eerlijk gezegd, weliswaar meer getriggerd door mijn Chelsea-collega uh, twee jaar geleden bij, uh, bij Vitesse. Maar ik, was, uh, ik verbaasde me erover dat wij als voetballers niet in staat zijn om uh, bal, man. En de ruimte. Ja. Te, uh, zeg maar de oriëntatie. Je een aantal dingen toch, tegelijk doet. Ja, ja. precies. Ja. En, en eigenlijk was het daarmee begonnen. Welke vormen kan je gaan, uh, gaan, gaan brengen naar je spelers toe om, om ze daarin te, te triggeren en ja. te verbeteren? Ja. En lukt dat? Uh, zijn je trainingen steeds gevarieerder daardoor, of zijn ze überhaupt al gevarieerd? En heb je dat met je assistenten of spreek je met je assistenten ook wel dat soort aspecten door? Ja, kijk, het is begonnen voor mij eigenlijk, als ik heel eerlijk moet zijn, uh, tot Vitesse, het eerste jaar Vitesse, waarbij ik een, een, een assistenttrainer had uh, vanaf Chelsea, en uh, die Maaier's, Die is mij eigenlijk heel erg gaan triggeren in, uh, in oriënteren en in het heroriënteren van spelers in, 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 in die vormen. Ja. En um, dus, uh, zeg maar, de geëikte positiespelletjes die zijn we gaan aanpassen door overal uh, zones te creëren waarin je kan scoren. Nou, dat heeft ook dus invloed op je verdedigers. Ja. Die moeten ook steeds om zich heen kijken. Dus, het kijkgedrag proberen we heel erg te beïnvloeden. Mooi. Ja, absoluut. Mooi. Hey, en uh, vernieuwing, uh, innovatie. Uh, ze zeggen wel eens gekscherend laptoptrainers, maar dat vind ik altijd een beetje denigerend. Want dat lijkt dan net of het slecht is of zo. Maar uh, hoe, hoe sta je tegenover innovatie in, in, in het voetbal? Oh, absoluut uh, heel erg open. Omdat, um, kijk, ik, ik ga me totaal niet mengen. Ik meng me in heel veel discussies niet. Omdat ik dat echt vaak nutteloos vind. Ik doe gewoon vooral wat mij interesseert. Ja. En um, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat je een aantal uitstekende trainers hebt die vanuit het voetbal komen. Zeker. Maar ik heb echt heel veel ook geleerd van juist, uh, van, van die mensen, absoluut. Ja. Maar ik heb ook heel veel geleerd van mensen die juist, uh, ik zou bijna zeggen vanaf uh, CEOs of an, op een andere manier. En... Um, uh, volgens mij wijst het ook uit dat, dat je op verschillende manieren heb je toptrainers. Uh, alleen vaak slaat het door naar of uh, we nemen maar alleen wat aan van degenen die het zelf ondervonden hebben. Ja. Of we nemen nu opeens aan, zoals in Duitsland, heb je hele jonge trainers ja. die, uh, die blijkbaar uh, vanuit de boeken het uitstekend kunnen. Ja. En dat is opeens nu weer uh, de Bijbel. Maar ik, ik geloof absoluut in een mix van. Uh, in mijn optiek in de jeugd, als je een, 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 een oud speler en een, een, een iemand die zeg maar, ik moet altijd ja. SIOS of zoals jij Sios zei, ja, een laptop trainer, ja. Ja. Ik, ik denk dat dat echt perfect samen ja. kan. Want uh, beide aspecten heb je, denk ik, heel erg nodig. Kan je, kan je een voorbeeld geven binnen Sparta of binnen Vitesse? Dat je zegt: van nou dat was echt een innovatie voor me. Dat had ik nog nooit gezien en dat gebruik ik vandaag nog, nog steeds. En dat was echt vernieuwend uh, waar we veel aan gehad hebben. Het vernieuwende voor mij kwam nogmaals met die Chelsea-trainer. Ja, ja. Daar zijn we gaan werken maar met... niet in materialen of zo, of in, uh, in video-analysesystemen. Uh, want je ziet natuurlijk een enorme verandering ook op dat, ja. op, op dat gebied. Nou, eigenlijk begon dat al in de jeugd bij PSV. PSV, ja. daar kon je over alles beschikken. Emotio, uh, GPS, uh, noem maar op. Ja. Uh, maar bij Vitesse kwam dat meer in, in zeg maar de, 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 de trainingsmiddelen. Uh, zoals uh, mannequins, uh, die poppen, ja. de sticks. Ja. Die zijn we gaan verwerken in onze, in onze trainingen. Uh, ja, dus, dus ja, de laatste jaren is het met name daar gebeurd. En dat nemen we nu mee richting, uh, richting Sparta. Ja, leuk. Wat Hoi. doen jullie bij Sparta aan, uh, aan data-analyses en verwerken dingen die, die uh, exact hetzelfde als hoe het bij Vitesse was, of zie je bij Sparta wel andere dingen? Um, nou, je, we hebben niet alle middelen die je bij Vitesse, waar je bij Vitesse over kon beschikken. Maar uh, GPS hebben we zeer zeker. Uh, uh, Videoanalyse hebben we ook absoluut. Dus, uh, Hoe heet dat? Uh, sportscode. Dus waar je de, de beelden zeg maar, gaat coderen van de wedstrijden die je weer gebruikt. Je nabespreking of je bespreking uh, vooraf, uh, voorafgaand aan de wedstrijd. Ja, dat hebben we wel, ja. Ja, het is de kunst om die vertaalslag dan te maken van data richting wat doe je op het veld. Uh, ja, zeker. Kijk, want bijvoorbeeld een tijd geleden begon men van de, de kilometers te vergelijken van spelers. Die liep 13 kilometer, die 12. Ja. Nou, die interesseert me dus echt helemaal niks. Het gaat bij mij juist om die, uh, de, 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 de sprints. Dus, dus zeg maar de, de, de high intensity high runs, intensity runs ja. maar ook de, dat afremmen. Ja. Daar, daar kijk ik veel meer naar. Ja. Want uh, ja, mij maken, ja, als iemand iets kan doen, als iemand bepalend kan zijn in 8 kilometer, dan interesseert het mij niet dat die ander 13 kilometer kan. Het nee. dus, nee. gaat mij met name om de high intensity. En topsport gaat het volgens mij om high intensity. In het trainingscomplex van Vitesse dat lag natuurlijk op Papendal. Hè? 100 meter voor van jullie vandaan trainde Daphne Schippers bijvoorbeeld op de atletiekbaan. In Papendal zit ook heel veel kennis. Uh, Maak je daar gebruik van? Had je wel eens uitwisselingen? Had je wel eens trainers over de vloer die bij Vitesse wilden komen kijken en ging jij wel eens bij atletiek trainers kijken of bij volleybaltrainers kijken op Paampen um, Ik moet zeggen dat ik dat ik daarin weer uh, dat is wel een ontwikkelpunt, omdat ik daar denk ik uh, misschien te bescheiden in ben. Okay. Als ik ze eenmaal ken, dan doe ik dat wel ja. en dan vraag ik ook of ze naar, naar naar ons toe komen. En in dit geval Peter Blanchet is daar ja. een voorbeeld van. Ja. Um, Um, hier heb je in vind ik een uitstekende trainer met die ook met uh, je, een tennister, die het nu uitstekend doet. Oh, Raymond uh, uh, Sluiten. Ja, ja. en Errol uh, Isaias, uh, met name ja. die, die, die ja. fysieke trainer. Ja. Ik, ik, ik geloof namelijk ook in, uh, in, uh, in een fysieke trainer. Ja. En ik weet bijvoorbeeld met de trainer die ik het meeste, uh, waar ik het meeste mee had van Ahnag, die geloof daar weer totaal niet in. Nee. Althans minder als dat ik doe en misschien op een andere manier. Maar uh, maar ik geloof heel erg in een fysieke trainer. Ik ben heel erg geïnteresseerd in dat fysieke aspect ook. Okay. Ja. Over Van Hanegem gesproken, was dat voor je gevoel de beste trainer die jij hebt gehad? Of zijn er andere trainers die je zegt, van, nou, die tikken ook dat niveau aan? Ja, ik, ik denk dat ik, dat ik wel het geluk heb gehad om een aantal hele goede trainers mee te maken. Zoals? Op verschillende manieren. Kijk, Van Hanegem is in details heel goed, ja. um, uh, Benakker, ja, dat vind ik een waanzinnige manager. Ja. Uh, Ari Haan. in het begin dacht ik van hé, hey, dat gaat niet klikken, maar je, je ziet het niveau waar zij gespeeld hebben en de kleine zaken die ze hier aangeven, maar ook op menselijk vlak, uh, Hans Doirier, uh, uh, Jan Reker, ja ik heb eerlijk gezegd, heel het geluk had gewoon echt hele goede trainers te hebben gehad. Leuk, leuk. Van wie neem je het meeste mee, zelf, nu? Uh, toen als voetballer, en nogmaals, daarom begrijp ik ook wel dat, je, dat heel veel mensen neigen van, oh hij heeft het meegemaakt, dus hij zal het wel beter weten. Neig je naar Van Hanegem. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, uh, nu ik ouder ben, besef ik ook dat de andere kant uh, minstens zo belangrijk was. Ja. De laatste loodjes van, uh, van het jaar. De laatste muziek ook zo'n beetje in uh, de laatste sportuitzending van het jaar. We gaan het de boel afsluiten. Het laatste gedeelte van het uh, gesprek, Robin van Galen, dat ja. je hebt met Henk Frezer. We zijn natuurlijk met z'n allen nieuwsgierig naar Henk. Want, uh, en hou je stelling nog even. Stelling 5 was ooit, ooit word ik, dat kan ook over 100 jaar zijn, maar ooit word ik nou, hoofdtrainer lastig, bij ik. Feyenoord. Met Henk is een krachtmens, maar dat wordt misschien <laughs> lastig. Ik begrijp wat je bedoelt. Ik ben weer flauw. Ooit ik ga ik, het afleiden. geeft niet. Ooit word ik hoofdtrainer bij Feyenoord. hij zei eigenlijk op alle stellingen eens en het ook op deze, uh, kan je dat toelichten, hoe zie je dat voor je, uh, ik, ik snap dat je niet aan collega's de stoelpoten gaat zagen, dat begrijp ik heel goed en uh, we willen dat zal ik ook zeker nooit doen naar Gio toe en ik hoop dat hij nog vijf jaar trainer blijft maar er komt ook een moment dat hij misschien net als Filip Cocu, net als Frank de Boer uh, na een x aantal jaar zegt van ik ga wat anders doen um, hoe zie jij dat, ooit hoofdtrainer bij Feyenoord je hebt natuurlijk een verleden als speler, je hebt een verleden als jeugdtrainer uh, ja. toch uh, de, 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 ja, de grootste liefde eigenlijk, als club ja, nou ja, kijk, laat, laat ik vooropstellen, uh, en dat weet Geo als beste, uh, dat dat toch geen, geen, geen sprake is van. Uh, want uh, Gaat als ik, als het als ik, Ja, dus dat is totaal niet aan de orde. En als ik erover spreek, en, en in deze vorm vind ik het nog leuk ook, dan praat ik ook nog steeds over ambitie. Ja. Uh, doelstelling, dat zou alweer te ver zijn. Het is, het is puur een ambitie, ja. niets meer, niets minder. Uh, ik heb het ambi de ambitie om het maximale uit mijn, uh, uit mijn mogelijkheden te halen. Ja. Uh, Fijn wordt is weer een, een stap hoger. Uh, maar ik be besef heel goed dat je van zoveel factoren afhankelijk bent. Het moment moet passen ja. uh, voor Feyenoord. Voor mij, wie weet, komt dat moment nooit. Nee. Uh, die moeten gunfactor hebben, nou, daar ben je ook afhankelijk van. En... Uh, en, en, en... Ja, dus wat dat betreft ben ik er ook niet overdreven mee bezig. Maar het is, het is een ambitie en iedereen heeft ambities of dromen. Zeker. En, en die is er zeer zeker, maar uh, heel veel dromen van mij zijn niet uitgekomen. Dus wat dat betreft <laughs> zal het ook niet zo zijn dat ik... Uh, maar het daarin... kan ook een club zijn uh, van orde van grootte van Feyenoord. Een andere club, maar dan... Uh, weet ik noem het uh, Anderlecht of, of uh, Atletico Madrid. Of uh, nou is het misschien ja. nog groter. Ja. Of, uh, ja, nou ja, weet je, of wil je puur in Nederland blijven? Nee, het, ik, ik zelf, zou. Ook in het buitenland. Ik zou juist naar het buitenland willen. Omdat ja. ik als voetballer heb ik een aantal keren de mogelijkheden gehad. Heb ik niet gedaan. Okay. Dat is het enige waar ik wel een beetje spijt van heb. Wat trekt je in het buitenland? Ik weet niet. Ook weer misschien een andere cultuur. Een andere. Een andere weet je, het, uh, ik vind het dus opvallend dat nu Nederlandse trainers het heel moeilijk hebben in het buitenland. En wat is er voor nodig om er te slagen? En ik denk uh, niet dat ik opeens die andere dat ik me beter inschat dan, dan anderen. Helemaal niet. Maar ik denk wel dat ik besef of weet wat, wat daarvoor nodig is. Okay. Ik denk, uh, en ik denk dat, dat dat zou een mooie uitdaging zijn om, uh, om dat te kunnen doen. Ja. Ja. Okay. Hey, terug naar de Club Feyenoord. Wat, wat maakt de club nou zo bijzonder? We hebben het er heel vaak over op de radio, op de televisie, in de kranten. Wat maakt Feyenoord nou zo bijzonder ten opzichte van andere Rotterdamse clubs? of ten opzichte van andere grote clubs zoals Eindhoven of Amsterdam? Ja, kijk, vaak betrek je dat toch op jezelf. Het is wat jij aantrekkelijk vindt. Ja. Um, kijk, ik wil het maximale uit mezelf halen. Um, maar er zijn wel een aantal dingen die mij trekken heel erg. En als speler had ik altijd het gevoel, clubs als... Uh, ik, ik heb een aantal wel mee mogen maken nu hoor. Uh, 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 Utrecht trok me heel erg. En dat heeft toch te maken met ook een soort volksclub. Ja. Um, ADO Den Haag ja. trok me heel erg naar. Daar heb ik een aantal jaar als trainer mogen werken, als assistent. Uh, te gekke club ook. Ja. Um, uh, dan kom je uiteindelijk bij Feyenoord. Ja, dat is, als er een volksclub bestaat, ja. dan denk ik dat Feyenoord dat is. Ja. Maar ik had ook altijd het gevoel bij NAC. Dus ik denk dat, dat die clubs mij gewoon heel erg liggen. Ja. Het publiek is heel fanatiek, zijn heel kritisch, maar ze staan ook echt achter hun club. Ja. En ja, ik heb zelf als speler een aantal dingen meegemaakt bij Feyenoord, maar ook als tegenstander ondertussen. Weet je, ik weet donders goed heel goed nu wat ik zelf kan en wat ik heb. Uh, wat ik heb laten zien. Mm -hmm. Het is aan een ander of hij dat goed genoeg vindt of niet, voor welke functie dan ook. Maar ik weet voor mezelf, uh, wat werd van me gevraagd bij Ado om uh, de club in de eerdivisie te houden, mm -hmm. is gelukt. Er werd aan mij gevraagd of, uh, of ik naar Vitesse kwam. En, en uh, mogelijkheden voor mij gecreëerd, middels uh, Mo Allag met name, om een prijs te winnen met Vitesse, is gelukt. Ja. Nou, ik hoop dat de start die we bij Sparta hebben nu. Dat we dat kunnen volhouden. Want uh, voor mij zou dat. Uh, ondanks dat. Sparta kan je misschien nog niet vergelijken met Vitesse. Maar als we dit voor elkaar kunnen krijgen met Sparta. Dat zou misschien wel nog meer waard zijn. dan de beker winnen met Vitesse. Want ja. Vitesse is gewoon een mooie club. Is gewoon een goede club. En, uh, en dit leek mij gewoon een mooie uitdaging. En dat geeft ook meteen aan hoe ik erin zit. Als ik naar Feyenoord toe zou gaan. in de toekomst, over 100 jaar, prima. Ja. Uh, elke andere uitdaging. als hij het mij aantrekt, doe ik het gewoon. Ja. Ik, ik vind trainen leuk. En. Dat vind ik misschien wel nog belangrijker en dat zal me uiteindelijk wat opleveren. Maar dat vind ik nog belangrijker, de passie voor, uh, voor dit vak. Het buitenland heeft dit jaar niet gespeeld, want het blijft zeker voor de buitenwacht toch een opmerkelijke move die je hebt gemaakt. Natuurlijk van ADO naar Vitesse, dan zie je een opgaande lijn en de keuze voor Sparta. We zijn er in de regio heel blij mee hè, dat je bij Sparta bent gekomen, zeker met de resultaten. Het blijft een best opmerkelijke stap. Heeft er niet iets anders buitenland, wat je spreekt, je ambities net uitgespeeld? Uh, ik heb eigenlijk maar heel even met iemand gesproken uit het buitenland, dat is behoorlijk ver weg. Ja, nee, nee, Sparta trok me gewoon aan. Omdat ja, je hebt er als je kleine jongen mogen spelen. Uh, dat was niet een succes. In die zin, ik mocht weg. Heeft de club nog best wel wat opgeleverd toen. Voor een snotneus. 150.000 gulden, als ik me niet vergis. Nou, dat was in de tijd wel <laughs> nou, geld. Konden mij nou, ja, ja, zeker ja. voor iemand die ja, ja. niet super professioneel was. Maar het is goed gekomen. Uh, maar ik, het, het, het voelde aan alsof ik uh, weet je, terug kon even naar het begin. En probeer als trainer dat wel voor elkaar te krijgen. Bij Sparta gaat het momenteel erg goed. Uh, hopelijk uh, de tweede helft van het seizoen net zo goed. Uh, wat doen jullie op dit moment goed en wat zou er nog beter kunnen in jouw uh, zienswijze? Uh, nou ja, kijk, ik denk dat uh, qua resultaten kunnen we behoorlijk tevreden zijn. Qua uh, ontwikkelen, omdat het is soms moeilijk om mensen te overtuigen. En, en ik heb het gevoel dat we heel veel mensen moeten overtuigen. Uh, deels. Misschien wel door het systeem wat we zijn gaan spelen. Uh, ik ben nog steeds van overtuigd dat het nodig is bij deze groep. Mm -hmm. um, wat voor systeem is dat, even voor de luisteraar? Ja, we spelen 1-5-3-2. Eigenlijk spelen we, vind ik, meer met drie verdedigers dan met vier. Okay. En toch neigen mensen te zeggen van... ja, je moet naar vier verdedigers, want je staat nu met vijf. Ja. Nee, als wij, als wij kunnen brengen wat we moeten brengen... Mm -hmm. dan, uh, dan is het vaker 3-4-3. Okay. En, uh, en daar komt meteen het, de kritische nood die terecht is. Ik denk qua veldspel... Kunnen we nog aanzienlijk beter. En, uh, maar als je eerlijk gezegd qua resultaten en qua stand op de ranglijst. Ik denk als wij uh, ergens in. Uh, in wanneer begin ik met, begon ik met Sparta te praten, met Henk van Stee, In die periode, als we het hadden gehad, we staan rond de winter staan we dicht tegen de eerste plaats of op de eerste plaats. Uh, je hebt een periode gewonnen, de eerste. Dan had ik er blind voor getekend. Ja, ja. En nu. Ben je er eenmaal en heb je toch steeds wel het gevoel, en dat is ook hoort bij de sporter, dat je, dat je beter kan. En, en waar zit die progressie nog in de tweede helft dadelijk? Veldspel, maar hoe ga je dat doen? Ga je gewoon eindeloze automatismes trainen of ga je de, heb je nog andere dingen dat je zegt van nou, dat is uh, in mijn planning nog wel uh, voor de tweede helft van het seizoen? Ja, nee, met name uh, het systeem waar je voor gekozen hebt en de variaties die je wel degelijk daarin hebt om die te perfectioneren. Ja. Want er liggen voor mij altijd wel wat uitdagingen en dat kan variëren tot hetgeen wat je in je hoofd hebt, maar ook getriggerd kan worden door mensen om je heen die zeggen dat iets niet kan. Nee. Ja, dat triggert mij juist. Ja, ja. Ja. En laten we wel zijn, dit jaar, de Keuken Divisie, uh, met clubs als Twente, met Roda, met al, NEC, dat soort topclubs, uh, die normaal gesproken in de Eredivisie kunnen spelen, is het ook een hele leuke competitie geworden, of niet? Ja, absoluut. Zeer interessant. En ik denk ook, uh, als je het voor elkaar kan krijgen, dan is het echt een prestatie. Okay. Want de uh, concurrentie is behoorlijk. Ja. Absoluut. Kijk, en we zijn nu al, we winnen laatst 5-0 van. Uh, van, uh, even jong AZ. van Jong AZ. Ja. En we zijn niet tevreden. Nee. Dus dat, dat ja. geeft ook al aan dat, uh, dat er ook bij ons iets aan het veranderen is. Gelukkig in, 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 in hoe, dat we kritischer moeten worden naar elkaar. En, en meer van elkaar moeten eisen. En dat is wel iets waar, uh, waar we wel ook mee begonnen zijn. En nogmaals, daar heb je een TD voor nodig. En, uh, en, en een trainer. Maar ook mijn collega's die daar, uh, daar uh, volop uh, bovenop zitten. Mooi. Ik wens je alle succes. Uh, het is een mooie plek. Uh, het is uh, bijna eind van het jaar om je alle succes te wensen. We hopen natuurlijk dat we feest kunnen vieren aan het einde van het seizoen met Sparta. En dat we jullie weer terugzien in de Heren Ontzettend leuk dat je de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. Uh, de Lloydstraat uh, uh, voor uh, Radio Rijmond en TV. En uh, ja, dat we hier een mooi interview hebben kunnen doen. Dank je wel Dank je wel. Wat is jouw? Ten slotte het laatste woord ook nog echt aan jou zelf. Wat is jou bijgebleven van deze drie uur? Als coach of als mens? Uh, drie mensen die enorm veel passie voor de sport hebben. Uh, Leo natuurlijk uh, met alle mooie verhalen van de, wat hij allemaal in de afgelopen 50 jaar heeft meegemaakt. Dat was uh, fascinerend om naar te luisteren. Ik denk dat we daar een programma van drie uur van hadden ja, kunnen maken. Ja. <laughs> uh, Robert Ennor en er staat me van bij dat uh, dat hij continu op zoek was naar de vernieuwing, anders denken. En dat sprak mij ook als coach ja. in het waterpolo natuurlijk erg aan. En ja, goed, Henk is natuurlijk. Ik heb voor Henk op de tribune gezeten in de Kuip uh, heel lang. Uh, vond ik heel leuk om te, om te zien hoe hij over het vak coachen kijkt en denkt. En met name wat mij triggerde is en waar ik ook zelf als coach vaak mee te maken heb, is toch de andere denkwijze van de generaties uh, die vandaag de dag uh, jong zijn: hè? de generaties I en Z. Ja, daar loop ik soms ook wel eens tegenaan aan als coach. Hoe hebt hij dat aangepakt? Hoe heeft u het gedaan? En iets meer over het vak coachen te praten. Dat vond ik heel erg leuk. Dus ja, drie hele uiteenlopende andere interviews. Maar ik denk dat het ook. Uh, de bedoeling was van dit programma. En, uh, ik vond het heel leuk om te doen. Ik zou Hartstikke het waar we spreken volgend jaar weer doen. Mooi. Nou, gaan we een, uh, gaan we een afspraak voor uh, <laughs> maken? Dus, uh, het is geen open sollicitatie hoor. Geef <laughs> ik alleen bevallen. maar aan dat ik het leuk vond. Hey, uh, Dank je wel. Uh, het allerbelangrijkste. Uh, jullie bedankt voor het, voor het luisteren. Alles is uh, terug te vinden uh, op onze website ook Rijmond.nl. Vanaf deze plek uh, de beste wensen. Maak er een uh, fantastisch 2019 van. Geniet van en met elkaar. En uh, alle goeds. Tot volgend jaar.